komende 3 weken ontvang ik verschillende gasten in mijn villa. We gaan samen offline in Malaga. Vakantie vieren zonder telefoon dus. Deze week komt Nessim langs. Hij is artiest en onder andere bekend van zijn YouTube-kanaal en het duo Supergaande. Tijd om samen uit te gaan. Oeh. Welkom, wat leuk dat je er bent. Oh, wat mooi dit, jongens. Ja. Hoe is het? Niks meer dan het beste, hè? Nessim, aangenaam. Pip, leuk je te ontmoeten. Ja, hoe was je vlucht? Ja, ging prima. Goed hartstikke zo. Leuk. Nou, dit is waar we gaan verblijven, dus zal ik je even een rondleiding geven? Ja, heel mooi. Kom mee. Palmbomen. Ja. Heb je zwembad? Ja, zeker. Nessim, je bent er. Wat gezellig. Hoe was je reis hier naartoe? Ja, lekker. Ja? Prima. Is het je eerste reis sinds corona dat je echt een beetje op pad kan? Of ben je al weg geweest? Dat is niet. Ben ik naar Dubai geweest. Maar daarna was lockdown in Nederland. En toen heel thuis gezeten en niet meer weggegaan. Nee, dus dit is wel weer de eerste keer even weg. Wel lekker. Ja. De aankomende paar dagen gaan wij er even lekker samen op uit. Even genieten van Malaga. Zonder telefoon, dus eventjes offline. Eventjes zonder beeldscherm, zonder internet. Love even it. Uitstaan. Dat je echt kan genieten van wat we aan het doen zijn. Lekker, man. Heb je het wel eens gedaan? Ben je wel eens offline geweest? Ja, ja, ja. Ik ben een keer offline geweest. Ik ben een keer volgens mij 3 maanden of zo heb ik niks gepost. En waarom was dat? Was dat een bewuste keuze dus? Ja, ik zat niet zo lekker in mijn vel, man. Dat was ook... Het was ook tijdens corona een beetje. Ik zat niet zo lekker in mijn vel. En ik had gewoon helemaal geen zin meer in het hele social media gebeuren eventjes of zo. Het was een beetje too much naar mijn gevoel. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, ik vind het wel lekker om gewoon even niet meer aanwezig te zijn of zo naar mij doen. Ja. En dat heeft wel gewoon lekker geholpen. Heb je daar iets van meegenomen naar je leven nu? Dat je soort van... Ja, 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 er zijn nog heel veel mensen gedempt. Ja? Dat, vertel even, hoe doe je dat dan? Ja, hoe doe ik dat? Ja? Ja, gewoon mensen die ik irritant vind of irritant vond destijds heb ik gewoon gedempt. En ik van ja, ik wil jou gewoon even niet meer zien. Maar ik ga je niet ontvolgen, ja, maar... Zeg maar die ontvolgen is zeg maar een beetje disrespect, je weet ja, toch? Ja, ja. Maar dat dempen, denk ik van ja, prima. Dan heb jij er geen last van. Ik zie jou even niet, prima. Ja. En dat werkt ook heerlijk voor mij. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Mooi. Let's go. Ik zeg, laat je telefoon lekker hierachter en dan ja, gaan toch? We erop uit. Vamos! Heb ik een mooi plekje voor ons geregeld. Je weet me wel blij te maken. En dan kan je even losgaan. Ja, ja, ja. Laten we gewoon beginnen met gewoon de apokat. Ken je die? Gewoon? Ja, die ken ik, ja. Ja, een beetje om en om. Om en om, oké. Ja, toch. Hey, maar normaal zou je natuurlijk waarschijnlijk je training posten of zo. Of misschien je training meten of iets. Ja, dat is wel het ding wat je zegt. Heb je dan nu niet het gevoel van dat wil ik toch wel doen? Het gekke is zeg maar dat we leven zeg maar in een tijd dat als het niet op social media is gebeurd, dan is het niet is gebeurd. Is het niet gebeurd, ja. Dus als ik zeg maar niet post dat ik aan het trainen ben, dan lijkt het alsof ik niet heb getraind. Ja, precies. En dat is heel gek eigenlijk, terwijl ik gewoon... Want je doet het voor jezelf, maar... Ja, eigenlijk wel. Maar we hebben soort van toch de neiging om het aan de buitenwereld te moeten vertellen. Ja, precies. Ik voel toch die verplichting of zo ergens. Ja, ja, ja. Dat is raar, man. Verplichting? Voelt dat voor jou als een verplichting? Nou ja, op twee vlakken verplichting. Want ik zeg maar één, vind ik het leuk om mensen te motiveren met sporten. Dus ik vind dat ook wel leuk om te... Want als ik iets post, gaan zij het ook doen. Ja. Maar aan de andere kant vind ik het ook weer raar dat ik me schuldig voel dat ik niks heb gepost. Terwijl wanneer ik zeg maar heb getraind, denk ik van ja, maar het boeien. Dat alsof je dan niet authentiek bent of zo. Ja, toch? Alsof ik gewoon niet heb getraind, lijkt het dan. Ik vind het echt raar. Dat is hetzelfde wanneer je zeg maar gaat rennen met die horloge ja, en zonder horloge. Ja. Als je zonder heb je het voor niks gedaan? Ja, dan heb je voor niks gedaan. Tenminste, het voelt zo. Snap je? Ja, ik snap wat je bedoelt. Dus dat is gek. Oké, ook bewegen, hè? Zo. We gaan nu tikken. Oh ja, is goed. Boom. Kom, snel. Go. 10, 9, 8.
waarvan dacht je, fuck, dat heb ik gedaan en daar ben ik zo trots op? Ja, die stap nemen om gewoon op podium staan om comedy te gaan doen. Dat is denk ik tot nu toe wel mijn grootste stap geweest. Want wanneer ben je daarmee begonnen? Eind 2019. Denk ik, zo ongeveer, ja, 2019. Dat je echt voor jezelf ja, bent gegaan. Dat ik echt, weet je, ik heb heel veel geschreven en toen dacht ik van oké, ik moet gewoon die stap nemen en dan ga ik gewoon comedy club in. Ja. En gewoon op publiek uittesten. En dat was wel een grote stap en gelukkig ging het gelijk goed. Super naakt natuurlijk daar. Ja, want kijk, het ding is met muziek, je verstopt je achter de beat, achter de, het boeit niet wat je doet daar, weet je, er is gewoon publiek. Mm. Maar met comedy, het is gewoon stil. Dus je moet zeg maar... Je moet leuk zijn, ja, je moet leuk presteren. Zijn. Anders is het gewoon niet leuk, snap je? Anders gaan mensen... Ja, en je krijgt ook gelijk feedback. Ja, ja, ja. Maar als het niet goed is, is het niet goed. En als het leuk is, krijg je een lach. Ja. Dus dat was wel denk ik een van de engste dingen die ik heb mogen doen. En waar ik wel heel blij mee ben. En als je dan naar YouTube kijkt en zo bijvoorbeeld, en Instagram en social media, dan krijg je ook wel direct een reactie van je volgers. Ja. Maar ja, voelt dat anders? Ja, dat voelt minder persoonlijk. Ik ken die persoon niet, ik zie die persoon niet. Dus als iemand reageert onder mijn foto of onder YouTube, dat voelt niet voor mij als of echte liefde of als haat of wat dan ook. Ja, ik ken jou niet, dus het boeit me niet. Maar als ik op een podium sta en ik kijk in jouw gezicht en jij lacht naar mij, voelt dat persoonlijk. Wij hebben een connectie, wij hebben een band met elkaar. Na de show kom je naar me toe, we praten. Je weet toch, is anders. Je hebt het er even over. Ja, toch, is anders dan op social media, altijd op je telefoon en reacties lezen en zo. Joe Rogan bijvoorbeeld, hij zegt, ik lees nooit reacties. Hij zegt, ik post iets, ik doe mijn telefoon weg. Kijk maar wat er gebeurt, boeit me niet. Ja, ik wou dat ik die discipline had om dat te doen. Kan je dat niet? Ja, is toch moeilijk. Maar waarom doe je het dan toch? Waarom kijk je dan toch? Omdat aan het einde van de dag wil je denk ik toch weten wat mensen van je vinden, toch? Zullen wij wat eten? Beautiful. Prachtig. Prachtig, prachtig, prachtig. Wat is nou voor jou het moment dat je dacht, presenteren dat is echt iets voor mij. Daar ga ik wat mee doen. Poeh. Of dat is überhaupt iets waar ik mijn werk van kan maken. Nou ja, toen ik bij BNN 10.000 man had verslagen in alle auditieronden en ik mocht op het einde als enige overblijven om te werken daar bij BNN, dacht ik wel van oké, blijkbaar heb ik wat, blijkbaar kan ik wat en ik kan er geld mee verdienen, dit is werk. Ja. En toen pas vertelde ik aan mijn ouders dat ik gestopt was met school. Oei. Ja. Hoe ging dat gesprek dan? Nou ja, in de tussentijd werkte ik in een kledingzaak. Maar ja, ik ga niet tegen mijn ouders zeggen, ja, ik ben gestopt met HBO-opleiding om in een kledingzaak te werken. Dus ik dacht van, ik moet een beter verhaal hebben. Okay. Dus toen ging ik gewoon die audities doen. En toen zei ik van, hey, mam, ik ben gestopt met school, maar ik werk bij televisie. Ik heb al een alternatief. Ja, ja toch? Wat dus slim. Wel een beter verhaal. En dat vonden ze leuk. Goed. Ja? Ja, ja, ze waren hartstikke gewoon enthousiast erover. En zeiden van, ja, als het jou gelukkig maakt en je kan ervan leven en zo, ja, doe je ding. Mijn ouders die zijn echt super trots op mij. Ja? Ja, man. Mijn vader belt met Irak en zegt van ja. Mijn oma vraagt van ja, wat doet hij eigenlijk? Hij zegt ja, hij maakt grapjes en zo op televisie. Ja, ja, ja. Snappen ze dat daar dan of niet? Ja, mijn vader geeft dan zeg maar een heel een oud voorbeeld van wat hun vroeger hadden. Maar hun hadden vroeger zo'n man, dat was dan een comedian, die ging van huis naar huis, ging verhalen vertellen. En mijn pa zegt dat ik dat doe. Zeg nou, maar. Wel waar, maar ja. Gewoon iets. Eigenlijk wel, iets maar meer van iets, nu. Iets moderner. Ja. Zeg maar. Mijn pa is sowieso ook echt een verhalenverteller. Ja. Dus wanneer ik op bezoek ben, dan gaat hij weer allemaal verhalen over vroeger vertellen of wat dan ook. En iedereen is dan heel aandachtig aan het luisteren, toch? Wat voor verhalen vertelt hij dan? Mijn pa die vertelde of zelf bedachte sprookjes aan mij over een sultan en over... ging die ook gewoon improviseren, hè? Oh, echt? Gewoon, ja, gewoon lijpe verhalen dan. Als kind? Of ja, wat? Toen we gewoon voor het slapen gaan. Ja. Of hij vertelde over zijn reis naar Nederland. Dat vertelde hij ook altijd aan ons, aan de eettafel of zo, vertelde hij over zijn reis, hoe hij naar Nederland is gekomen. Mm-hmm. En dat vonden we ook echt super interessant. Want hij is naar Nederland gevlucht? Ja, hij is gevlucht uit Irak naar Nederland. En ja, joh, gewoon lijp verhaal, gewoon veel shit meegemaakt, je weet toch? Gewoon echt heftig. En ja, dat hoor je dan. En dat, ik weet niet, dat geeft me ook wel gewoon motivatie en het inspireert heel erg om... in mijn achterhoofd te hebben van, joh, als mijn vader zeg maar zoveel heeft gedaan en heeft gestreden om hier te zijn, dan is wat ik aan het doen ben piece of cake. Mijn pa heeft op straat geslapen, hij heeft tussen vuilnis eten moeten zoeken en dat soort shit. Dus wat ben ik dan aan het klagen, je weet toch? Ja. Dus dat geeft mij wel, ja, motivatie. Perspectief, om, ja, toch? Een beetje, dat vind ik wel mooi.
Dus ik ben wel blij dat hij mij die verhalen heeft verteld. Het klinkt wel een beetje als hoe jij nu vertelt hoe jouw vader zijn verhalen vertelde en bedacht. En dat jij dat een beetje van hem hebt geleerd. Ik denk het wel. Ik denk oprecht dat ik het verhalen vertellen van mijn pa heb. Ja. Hoe hij ons aan de eettafel liet lachen door zijn verhalen of emotioneren door zijn verhalen. Ik denk dat ik dat ook wel heb. En ik moet zeggen, bijvoorbeeld nu ook in mijn theatershow vertel ik ook over mijn pa. En over mijn opvoeding en wat hij heeft meegemaakt en dat soort dingen. Ik weet niet, maar ik ben blij dat ik dat mag doen, zeg maar. Dit soort van het verhaal verder vertellen. Het en hopelijk raakt het mensen op wat voor manier dan ook. Eerst. Proost. Op la vida. Camino de la Fresneda. Wat betekent dat? Ik heb geen idee. Vind ik lekker. Oh, kijk dan, verse druiven. Oh. Nou, dan gaan we lekker aan de bak. Heerlijk. Ben je een beetje een ochtendmens of ben je een avondmens? Ik ben wel een ochtendmens. Ja? Ja, ja, ja. Ik ben wel lekker ochtendroutine. Ja, heb je een ritueeltje? Ja, ja, ja. Wat is het dan? Niet al te vroeg opstaan. 8:30, 9:00 vind ik perfect. Oké. Okay. Dan ga ik naar de sportschool gelijk. Elke dag? Elke dag. 5-6 keer in de week. En dan als ik terugkom, 1,5 uur getraind ongeveer, dan 5 eieren erin knallen of een goede shake. Maar zo begin ik wel elke dag mijn dag. Maar ik moet wel gewoon elke dag mijn dag beginnen met sporten. Maar als ik dat niet doe, dan heb ik ook het gevoel van ja, deze dag is niet lekker begonnen. Nee? Nee, nee. Dit, heb je dan... echt nodig om even... Ja man, want ik hou er niet van om in de avond te sporten. Mm-hmm. Ik moet gewoon in de ochtend begin ik gewoon fit. Kan ik de hele dag aan. Voel me sterk. Ik denk, ja toch, let's go. We gaan deze dag kapot maken. Snap ik. Dan heb je, wat er ook gebeurt die dag, heb je in ieder geval ja, gesport. Toch? Je kan niet zeggen, ik heb niks gedaan vandaag. Nee, ja, ik heb wel gesport. Lekker hoor. Jezus! Hoe doen die Tour de France mensen dit? Ja, dacht ik ga lopen. Nee, ga ik niet doen. Doei. Als we online waren, nu kan ik een Uber bestellen. Maar goed. Als je thuis bent, wat doe je dan om echt even tot rust te komen? Nee, het eerste wat ik doe is met mijn katten knuffelen. En met mijn vrouw. Ja, in die volgorde? Ja, vaak wel, want zeg maar, die katten komen echt naar me toe. Ja. En mijn vrouw dan ook wel, maar... Hoe ga je dan om met die drukte en die hectiek van jouw dagelijkse leven? Het is gewoon een soort van acceptatie, knop ja, om. Ik zeg eerlijk man, ik heb zo'n term voor mezelf, gewoon automatische piloot. Ja. Die zet ik aan en dan ga ik gewoon. Gaan, maakt niet uit. Ja. Gewoon afspraak, ja, ik ga wel, ik doe dit werken, klusje hier, klusje daar, gaan. Ja. En dan, jongens, ik heb vakantie geboekt, zeg ik dan tegen het management. En dan weet je... Met rust. Ja, dan weet hij van, oké, van die week tot die week, klaar. Niet bellen, niet appen, laat mij met rust. Daar op zich best wel veel op vakantie. Ik denk als er iets is waar ik grotendeels mijn geld aan uitgeef, zeg maar, dan is het wel vakantie en eten, denk ik. Ja, dat is voor mij genieten. Ja. Zeg maar, ik ben niet per se heel erg van het materialistische dingen, zeg maar. Maar vakantie en zo, dat is voor mij wel echt genieten. Het gevoel dat als je in het buitenland bent en mensen weten dat soort van ook dat je weg bent, dat ze je gewoon laten. Ja, ja. En dan ben je ook wel een soort van meer... Of de grid. Of zo. Ja, toch. Maar hoe hou je dat vakantiegevoel dan vast? Als je zeg maar vanaf... Als ik terugkom? Ja, als je terugkomt en weer aan het werk gaat. Nou, we hebben dus wel een soort van een habit dat wij, als wij terugkomen, bijvoorbeeld van Bali, daar drinken we dan heel veel kokoswater. En dan komen we terug en dan gaan we opeens in de Albert Heijn ook die kokosnoten kopen. Om een beetje nog in het gevoel te blijven. Houden. Ja. Okay. En dan na een week verdwijnt dat dan ook weer. Ja, tuurlijk. Maar dat is hier net echt niet hetzelfde. Nee, totaal niet. Maar in je hoofd denk je van ja, misschien. En dan na een week denk je, ah, this shit man. Yeah. Ik weet nog dat toen wij, ik weet niet waar wij waren. Maar toen hadden wij opeens heel veel zin in calamaris de hele tijd. Dan gingen we thuis ook calamaris maken en... Gingen we een soort van namaken wat we daar aten. Ja, je weet toch, om een beetje in die vibe te blijven. Oh, wel slim.
Maar ik werd er dan ook oprecht gelukkig van. Dan kom ik zeg maar thuis na een hele dag werken. En dan had mijn vrouw dan iets gemaakt wat we in Bali bijvoorbeeld ook aardig. Van ja man, leuk. Goed. Dat is toch leuk. Ja. In die 2 dagen dat ik met jou zeg maar was. En op deze plek. Heb ik zeg maar 0 gedacht van oh ik moet dit nog doen. 0. Wat lekker. En terwijl ik weet van over 3 weken begin mijn theatertour. Dan wordt het weer volle bak knallen. Maar ja. Als ik hier ben, ik denk 0 keer aan van oh ik moet dit nog en ik moet die nog bellen. Ik moet niks. Heb je alles? Ja. Goed zo. Het is toch wel een beetje een sad moment dit. Ja hè? Ja, weet je wel. Je gaat me missen hè? Ook. Ook? Ja, ook de sfeer, ook ja. De rust. Vond je het gezellig? Goed dat ik vond het gekomen. Hartstikke gezellig. Ik vond het heel leuk dat ik jou ook heb mogen leren kennen. Mm-hmm. En ik ben echt tot rust gekomen. Hoe vond je het om zo zonder telefoon eventjes te zijn? Prima. Ja. Ja, prima. Prima. 2 dagen is ook wel goed. Ja, je gaat nu weer helemaal back to business. Ja, nu gaan we weer gewoon back to business en dan is het klaar. Goed zo, nou, dankjewel. Jij bedankt. Ik vond het super gezellig. Was gezellig. Ik vond het onwijs leuk om Nessim te leren kennen. Volgende week ontvang ik Anouk Hogendijk en gaan we samen uit.